Christian en ik hebben Solid Gold de eerste keer gezien bij de Fokker thuis. Daar heeft hij ons al enorm overtuigd. Het was een paard die een echte X-factor had. Solid Gold war immer bis heute super positives Pferd. Ganz einfach zu reiten, schön im Maul, ganz leichtes Pferd, super leichte Bewegung, super leichten Sprung. Wichtig ist bei solchen Pferden, dass man eben dran glaubt und dass man sich dementsprechend auch verhält. Und das haben wir mit ihm gemacht und langsam an den Sport rangeführt. Er hat uns in keiner Altersklasse in irgendeiner Form enttäuscht und ist jetzt schon ein vollwertiges großes Preispferd mit Tendenz aufwärts. Solid Gold Z is een zoon van Staccato Gold uit een moeder van Kelvin Z. Moeder Kalinda Z is een zus van Rimini Z, die de EK's van Mannheim en San Patriano en de Wereldruiterspelen van Aken liep. Kalinda Z is ook de moeder van Gastronoom de Hus, die met Kevin Stout in Madrid won en met Arnaud Doom vierde werd in de Vierster Grand Prix van Mons. Die besonderen Qualitäten von Solid Gold sind mit Sicherheit seine Sportlichkeit. Je höher die Anforderungen sind, er nimmt sie locker an, verbessert sich jede Woche, bei jeder Höhe mittlerweile, macht er das genauso locker wie früher in der Youngster Tour. Und im Stechen sehr, sehr schnell, sehr, sehr sportlich, super Ergebnisse. Und ich habe lange nicht das Gefühl, dass die Reise vorbei ist. Als zevenjarig paard liet Solid Gold Z zich al opmerken in de internationale Youngster Tour. Hij sprong 21 van 29 parcoursen foutloos en won viermaal. In Lanaken werd hij dan tot wereldkampioen gekroond, het hoogst haalbare voor een jong paard. Als achtjarige debuteerde hij in de 1,50 meter proeven en werd vijfde in de Driester Grand Prix van Lanaken een half jaar na zijn wereldtitel. Later op het seizoen sprong hij foutloos in de Vijfster Grand Prix van Mechelen. Een maand later zou hij zijn eerste wereldbeker winnen in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in Sharjah ook nog tweede zou worden. Solid Gold Z is een echte hengst die een veredelaar is. Het is een paard die heel veel kwaliteit, bloed, type en intelligentie meegeeft. Het is een paard voor moderne sportpaarden. Hij zelf heeft bij ons veel merries gekregen en iedere keer opnieuw zijn er zeer moderne sportpaarden uitgekomen.